Gaan we door. Hallo, ik ben Siddhartha. Ik ben Siddhartha Elbers, ik ben 10 jaar. En we zijn nu op de speelplaats van de Mariaschool. Voorbeeld hierachter staat de koprol. En we gaan ook leren om te filmen en interviewen met mensen. En ja, vandaag gaan we even de interview doen, een soort van interview doen op de speelplaats. En hierachter staat de koprol. In de pauzes gaan de kinderen heel vaak hier koppeltje duiken. En vooral de tweelingkoprol doen. En bijvoorbeeld tikketjes spelen. En bijvoorbeeld daar heb je bijvoorbeeld de supernova. Dat is een soort ding waarmee ze. Dan kan je daarop zitten, gaan een paar kinderen duwen en dan ga je ronddraaien. Ja, en voor de kinderen is dat best wel leuk, maar als je gaat vallen dan weer niet. Oké, we zijn nu bij de klimrek. Nou, hier gaan mensen weer klimmen, gewoon hangen en dat soort dingen. En soms als ze hebben ze geen zin, dan gaan ze gewoon hier bovenop zitten. Ja, sommigen maken gewoon hierbij een koprol. Sommigen springen ze gewoon af. En doen ze gewoon. Ja, en dat is gewoon allemaal voor de plezier. Dit is de Fun Basket. Best wel lang geleden, een jaar of zo. Dan was een juffrouw doodgegaan tijdens een rit van terug naar Turkije. En daarvoor hebben ze deze Fun Basket gemaakt als herdenking voor de kinderen van de school. Er moesten ook heel veel kinderen huilen. Oké, wie ben jij? Ik ben Nihel. Oké, wat vind je van de Fun Basket van juf Fatma? Het is een leuke herdenking aan haar. Ja, en kun je een beetje vertellen wat er is gebeurd? Nou ja, ze kwam van Turkije en toen was er een ongeluk gebeurd. En het is zo verleden. Ja, en wat vind je ervan dat ze dood is? Gewoon triest en jammer, want ze was een hele lieve juffrouw. En eigenlijk zouden we haar ze hebben in groep 6, maar dat is jammer niet doorgaan. Zij heet... Nihel. En ik heet Jada. We vinden elkaar heel erg lief, want heel vaak gaan we wel naar de stad. En ook naar winkels gaan we shoppen. Okay. Niet alleen daarom hoor, want we kennen elkaar ook al zo lang sinds groep 0. En... Ga dan doorpraten. En